Ik ben Jan-Willem Prins. Ik kom uit Welbrug. En ik ben eigenaar directeur van JWP Montagetechnieken. We hebben een plantenbak bedacht die helemaal modulair is en die bestaat uit verschillende segmenten. De plantenbak op zichzelf is eigenlijk een beetje ontstaan doordat ik een woning gebouwd had. Tuin moest aangelegd worden. Met overnieuw door de tuin gewandeld en daar zou een paar plantenbak in komen van beton. Ik zei ja, maar ik heb liever staal. Ik vind contentstaal wel mooi. Nou, zegt hij, die kan ik ook wel kopen. Ik zeg ja, maar die kan ik zelf ook wel maken. En zo hebben we hem zelf eerst gemaakt. Van huis uit ben ik industrieel ontwerper, dus ik vond hem op de eerste plaats mooi. Het was gewoon een mooi materiaal, een mooie vorm. Dat plankenmotief is gewoon ook wel mooi. Klanten van mij, de vertegenwoordiger, die zeggen, waar heb je daar een mooie plantenbak staan? Mag ik daar geen dealerschap van hebben? En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen van. Toen hebben ze in de productie genomen. En het is inderdaad heel makkelijk te monteren en te transporteren. Het is een soort IKEA-module, zeg maar. Van een 30 centimeter tot 3 meter in alle oogtes en vierkant en rechthoekig. En met pootjes, zonder pootjes. Ja, en dan kreeg je een heel grote schala. Hey, kom erin. En toen was het de vraag van, ja, kunnen we daar een patent op aanvragen? Of een bescherming voor krijgen? Nou, daar weet ik wel iets van. Maar we hebben ook specialisten in huis van Arnold en Sietsma. Die heeft voor mij alles uitgezocht wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Een afspraak gemaakt in Zwolle. En de vraag voorgelegd, het idee voorgelegd, een modulair systeem. In dit geval bleek dat er al heel veel was op het gebied van bloembakken. En dan is het risico dat het octrooi relatief zwak is. En een relatief zwak octrooi betekent dat je concurrenten lastiger dwars kunt zitten. Of in ieder geval lastiger van de markt kunt houden. Ja, en dan is de afweging die de ondernemer moet maken. Wil ik dat investeringsbedrag doen? Of ga ik op een andere manier, bijvoorbeeld door snel op de markt te zijn, mijn marktaandeel veroveren? Ik vond het wel een prettige samenwerking. Er was een beetje tijdsdruk, dus dat moest even snel gebeuren. Dat ging ook eventjes lekker snel. En dan is het ook klaar, want dan heb je, als het nou positief of negatief is, je hebt een uitslag en dan kun je het loslaten. Dan kun je het ook achter je laten en dan kun je verder gaan met de dingen die je graag doet.